Welkom bij deze video Begrijpbaar Recht. In deze reeks bespreken we belangrijke filosofen in de geschiedenis, met in deze video Martin Luther King in de hoofdrol. Martin Luther King is een van de bekendste politiek leiders en heeft met name in het kader van burgerrechten een belangrijke positie gehad. Denk aan zijn legendarische toespraak I have a dream waar hij pleitte voor antiracisme en discriminatie. In deze video gaan we kijken naar de bijdrage en de uitspraken van Martin Luther King in het kader van rechtsgeschiedenis. In het kader van rechtsgeschiedenis is het belangrijk om te weten waarom mensen een bepaald recht of een bepaald persoon volgen. Volgens Martin Luther King waren er twee soorten wetten: rechtvaardige en onrechtvaardige wetten. Een rechtvaardige wet is een door de mensen gemaakte regel die overeenkomt met de morele wet of de wet van God. Een onrechtvaardige wet is een regel die conflicteert met het moraal. Martin Luther King gaf daarbij vijf verschillende invullingen voor het hogere recht. Namelijk de wet van God, de morele wet, het natuurrecht, de eeuwige wet en datgene wat de persoonlijkheid verheft. Een voorbeeld zien we terug als hij een speech geeft over het busincident. Hierbij werd een donkere vrouw gearresteerd omdat ze haar zitplaats in de bus weigerde af te staan aan een blanke passagier. In de wet was dit bepaald in 1955. Deze wet was volgens Martin Luther King onrechtvaardig. De radicale scheiding in de bussen was ongrondwettelijk. Sinds deze speech en alle acties die toen in gang werden gezet, werd de wet afgeschaft. Kortom, Martin Luther King sprak over rechtvaardige en onrechtvaardige wetten. Een wet is rechtvaardig. Als deze overeenkomt met morele wet en de wet van God. Bedankt voor het bekijken van deze video. Volg mijn kanaal om binnenkort meer video's te ontvangen over begrijpbaar recht.